champignons in de house. Stom, maar wel kip. Kip. Oké, ik hoor je vacature. Nina en Elise van Chicks of Food. 3, 2, 1, go! Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op het YouTube kanaal van Chicks Love Food. Het moet niet gekker worden, we staan weer samen in de keuken. Nina en Elise, en vandaag gaan we iets maken met kip wat jij niet eet. Met pulled chicken. Nee, maar wel iets heel lekkers, namelijk een pastijtje in zo'n heerlijke roomsaus. Ja, mijn favoriet is met champignon erin. Ja, ik ga even aan haar zijde staan terwijl ze het met kip maakt. Slechts 5 ingrediënten. Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen, weet je. Het is gewoon easy as that. Dit wil je maken. Dus hoe maak je thuis een pastijtje? Dat is super makkelijk. Kijk mee. Wij nemen kipfilet, bloem, bouillonblokje, bladerdeeg, slagroom. Oké, we gaan beginnen met het koken van de kipfilet. Ja, en ik zou dan dus beginnen met het bakken van de champignons. Jammer dat je dat niet doet. Ja. Dat hebben we vorige keer gedaan. Dat is veel leuker. Ik ga eens in de koelkast kijken of we niet champignons hebben staan. Geen champignons in de house. Stom, nee. Maar wel kip. Kip. Kokend water doe ik erbij. Ja. En dan zet ik hem op. Nou, dan ongeveer 15 minuutjes. En dan heb je een gekookte kipfilet. De kip is al gekookt. Yes. Nou, die doe ik in een schaal. Voor onze trouwe volgers, die weten inmiddels hoe ik dat doe. Met een mixer. Kijk jij nou voor het eerst met Chicks Love Food? Shame on you. Ik krijg even een klap op mijn kont. Maar dat gaan we gewoon maar door. MeToo. MeToo. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Dat vloog wat in het rond. Heb je dus binnen no time pulled chicken? Ja, jongens. Het is allemaal zo handig. En eigenlijk is één flinke filet wel genoeg voor twee pastijtjes. Ja. En dan doen we dat dus in van die kommetjes. De oven moet voorverwarmd worden. Op 210 graden. En we krijgen dus binnenkort een nieuwe keuken waarbij hier de oven zit. Dan kan je dat mooi zien. Stay tuned. Nu komt Nina's gedeelte. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Dan ga ik erachter figureren. Ik doe een half blokje. Ik word nooit. Ik zal nooit. Hij gaat te hard, jongens. Hij gaat te hard. Je moet echt op heel zacht vuur. Dan ga je dit roeren. Ik was even vergeten dat er water bij gaat. Hoezo niet alles met slagroom? Dan heb je dus dit. Kom maar door met het water. Kijk wat het goed komt. Zijn ze voor de 5e keer. Ik begin nooit een goed met Nina. Oké, ik hoor jullie vacature. Nou, en dan gaat hij daarna ietsje hoger. Dan moet hij een beetje gaan pruttelen. En dan dikt hij als het goed is een beetje in. Het ruikt echt goddelijk. En gaat hij dan dik of wordt het nog dunner, wordt het nog dikker daarin? Of moet het wel echt als een dikke brut? Ja, het moet wel dikker in daarin. Best wel, ja. Kip erbij. Kijk eens hoe lekker. Het gaat helemaal goed komen. Hoe lekker dik. Ja. Eigenlijk is dit hem gewoon. Beetje peper erbij? Ja. Oh, ik baal nu echt dat ik geen gebakken champignonnetjes heb. Ah ja. Kun je niet alles hebben in het leven. Ik zit hier gewoon een gerecht te maken dat ik zelf niet eens ga opeten. Ik snap niet waarom ik überhaupt hier sta. Dus ik kon net zeggen, wat doe ik? Omdat jij eigenlijk dit zou moeten doen. Nee, nou, het is prima. Wil je dat ik het proef? Nou, misschien wel. Voordat het in de bakske gaat. Ja, het ziet er echt al zo goddelijk uit. Zo wordt hij gewoon. God, wat een goed idee. Wie heeft dit bedacht? Het is gewoon niet zo. Jawel, je hebt het echt bedacht. Ja, zeker. Dat heb jij bedacht. Kom maar, dat heb jij dit recept gemaakt. Zal ik nu al bijna niet meer wissen met moes, maar dat terzijde. Zie je, die roe, die heb je echt goed gedaan. Yes! En dan? Gaat er even delen over deze twee. Wat bestaat er nog meer naast kip, ragout, champignon, ragout, wild? Vis? Vis? Ja. Lekker met zalm. Aubergine. Nou, dat lijkt me nog best wel lekker inderdaad. Kijk, ik ga nu wel in het deeg. Het gaatje prikken. Heel healthy is het niet. Helemaal niet healthy, denk ik eerder. Nou, maar een klein scheutje room in. Ja, dit is maar het is ook gewoon maar een klein hapje eigenlijk, hè? Ja. Je hoeft niet altijd healthy te zijn. Balance is the key. Doe jij die rechtse? Ik heb dit nog nooit gedaan. Nou, eigenlijk moet je hem, wat we ook nog, ja, zo kan het. We kunnen er ook een mooi rondje uitmaken. Ja, je kan hem ook en croûte doen. Oké. Okay. Ik heb geen idee wat ik zeg. Nou, goed, dat is gewoon op een korst. Nou, in het boek, in een kookboek waar deze in staat, maak ik er een rondje van. Maar dat maakt niet uit, zo kan het ook prima. Oké, ik vind hem echt super mooi. Ik zet hem erin. Hoe lang in de oven? 15 à 20 minuutjes. Wow, 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 wow. Het ruikt voor mij lekker, maar alles met bladerdeeg ruikt lekker. Eerst die van Nina de Bruin eruit. Lekker, lekker, lekker.
Wow. Krijg gelijk aan weer kritiek, hè? Dan houdt die van Elise Grupp schouder. Wow! Credits naar Elise. Wow. Ja, waar zit het hem in? Is het geluk of is het doordat ik hem zo naar binnen heb? Jij kan het weten als je het opnieuw maakt. Laat het hier in de comments weten. Nou, dan ga ik dit met jou proeven. Maar de inhoud is toch echt hetzelfde. En dan moet ik gewoon zo... Ja, dan een beetje deeg met een beetje creaminess. Zo. De ragout is nu wel goed gelukt. Volgens mij vindt iemand het hier lekker. Dit inspireert me wel weer om het heel snel te maken met mijn champignonnetjes erin. Nou, guys. De kip is gewoon nog juicy. Wanneer eet je dit nou? Gewoon als comfortfood in het weekend? Of als voorgerecht? Dus ja, ik vind het wel een weekendgerecht. Ja, dat wel. Gewoon zo'n lekker zondagmiddag, kopje soep erbij. Kopje soep erbij. Pastijtje. Ja. Maak het. Eet smakelijk. Of comment. Liken. Abonneren. Het mag allemaal op ons kanaal. Nou, ik stop er maar mee. Stop! Doei!